Goedendag allemaal. Dag allemaal. Welkom bij deze vlog van Musico in coronatijden. We praten u regelmatig bij over hoe het ons en ons bedrijf een beetje vergaat. Nou, onszelf vergaat het eigenlijk best prima. We hebben natuurlijk heerlijke weken gehad met fantastisch weer. We zitten in Zeeland, supergoed in quarantaine. Niemand die ons kan besmetten. Wij kunnen ook niemand besmetten. Dus dat is een veilig idee. Ja, met de reizen gaat het natuurlijk niet zo goed, want we kunnen gewoon niet weg. En dat is heel vervelend en het lijkt toch wel wat langer te duren dan we aanvankelijk gedacht hadden. We hebben nu veel dingen tot en met de zomer al moeten afzeggen. Veel festivals nemen het zeker voor het onzeker, al dan niet gedwongen door de maatregelen van de overheden. En zijn hun programmering gestopt, wat voor ons ook gelijk de stekker uit zo'n project trekt. Dus ja, veel dingen van de zomer gaan niet door. We zijn realistisch, maar we proberen ook optimistisch te zijn. Dus we hopen zelf dat we toch weer een beetje kunnen opstarten. Zo na de zomer, september, zou er misschien weer wat te moeten doen zijn. Dat hopen we dan in ieder geval toch. We hopen natuurlijk dat u daar ook zo in zit en dat u ook weer met ons mee wilt op reis. Tot die tijd onderhouden we een beetje contact met u via deze vlogs, via onze blog. Dus kijk vooral ook regelmatig op de site als u wat wilt weten over muziek, over componisten, over belangrijke online evenementen die plaatsvinden in de muziekwereld. Bijvoorbeeld het aanstaande Malenfestival door het Concertgebouw in Amsterdam. Heeft wat online dingen, dus daar leiden we u een beetje doorheen. We hebben een hele leuke muziekpubquiz, waarin we een beetje uw kennis van muziek testen. En als het goed is ook u een mooie prijs aan kunnen bieden, namelijk een eendaagse reis in het volgende seizoen. Dus nou, we hopen dat het allemaal een beetje naar uw smaak is, dat we zo een beetje bij ons betrokken kunnen houden. Want we missen niet alleen het reizen heel erg, maar we missen u ook. En we hopen u allemaal snel weer te zien. Nou, dat is mooi gezegd. En vooral het reizen is iets wat ook wel weer begint te kriebelen, moet ik zeggen. We hebben daarom verschillende reisleiders ook gevraagd om hun favoriete bestemmingen te beschrijven, om ons mee te nemen naar die bestemmingen. Ik heb zelf deze week een blogje geschreven die nu op de website te vinden is via www.musico.nl/blog, als ik het goed zeg. Ja, kijk even naar Remco. Ja. Oké, prima. En dat gaat over de streek Thüringen in Duitsland. Een van mijn absolute favoriete bestemmingen om een muziekreis naar te maken. De streek van Bach, waar hij geboren is, waar hij opgegroeid is, waar hij zijn eerste schreden op het muziekpad heeft gezet. En dat maakt het, gecombineerd met een geweldig mooie natuur, ontzettend leuk om daar te zijn. Je hebt er een heel leuk festival, de Thüringer Bachwoche. En daar heb ik een paar documentaires, filmpjes en ook een concertregistratie van gekozen, zodat u toch een beetje in die streek aanwezig kan zijn en zodat u de sfeer van Bach, hoe hij daar werkte en leefde, kunt proeven. Dat staat dus in een nieuw blogje en er komen volgende week meer blogs aan, dus hou het inderdaad in de gaten. Remco zei het al even, we zijn druk met de toekomst bezig, ondanks dat we toch een beetje belemmerd worden door maatregelen. Operahuizen beginnen zo weer na te denken over hoe kunnen we onze programmering gaan aanbieden voor volgend seizoen. We zijn wel wat later dan normaal met onze seizoensbrochure, maar hoop toch u in de komende maanden, zeker online, maar ook hopelijk op papier weer van informatie te kunnen voorzien en te laten weten wat we gaan doen en vooral op welke termijn we dingen gaan doen. Tot die tijd blijf gezond, zou ik zeggen. En hopelijk heel snel tot spoedig. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Dag.